Hallo. Op het moment dat die Mike Thompson, een Amerikaan Mike Thompson, wat was dat in die tijd? Dat die de vrijdagavond in de zipper begon te draaien. Dus ja, mijn, mijn eerste idee was: van, ah, oké, okay, die zit hier zuur dichtbij, ik moet er binnen, ik moet gewoon zien wat dat is. En wat dat, dat doet, en, en wat dat die doet, en hoe dat die dat doet. op die ene moment worden al blij als je boem tjak, boem tjak, één plaat, boem tjak, boem tjak, ander plaat, en je kunt boem tjak, boem tjak tegelijk, dan was je wauw, ik kan mixen. Want dan zijn wij dat dus beginnen verfijnen, we beginnen maten te tellen, we beginnen toonaarden uitrekenen, zodat je kost dat in één keer boem tjak, boem tjak, boem tjak, boem tjak was, maar boem tjak, hier stoppen ze missingen, boem tjak, daar beginnen ze zingen. Dus dat is Als je dat niet eens stond te doen in een dans, dan is iedereen van, Wa? hoe doen die man dat? Dat was nooit gezien, per manier van spreken. Ja, dat is, dat is dag en nacht, hè dat, deed, dat deed met een, een algemene tijd deed dat vooral veel te maken. Je moet rekenen, als, als, ik, als ik in de crypton begon, dus, dan, dan spreek ik al over 85. Als wij hier in Dendermonde de uitgingen, ja, dan zaten wij om acht uur zaten wij hier in de roxy, hè, want dan begon de fœuf. Om één uur was de fuf gedaan en ging allemaal naar huis. Dat, dat was uitgaan, dat, dat was het. Hè. Er stond hier geen enkel noto op de vlasmarkt, hè. de vlasmarkt stond hier vol fietsen. Als ik in de Krypton begon in 1985, moest ik daar om acht uur zijn. En om half negen moest ik zien dat ik aan het draaien was, want dat stond er buiten vol fietsen. En om kwart voor negen, baf, stond die massa op mijn dansvloer. En dat was tot zes uur s morgens dat die op mijn dansvloer stond. Hè. De belangrijkste uitgangsbuurt hier in Dendermonde dat was het station. Uh, dan had er, het begonnen station had het kantientje uh, met Maria en haar twee felle dochters. En Maria had een platenwinkel ergens in, in, in sint Dus daar hadden ze altijd cassettes met alle nieuwste hits. Dus dat is lang ons stamcafé geweest en toen ten, ten ging hij verder, Ten had hij de, de funk en ten had de, de lifeline en de, de funk was toen ook weer al meer funk en de, dan begon ook, Marcel, die, dat was ook een van de eerste die bijvoorbeeld uh, front to for toe en dat soort dingen draaien. En bijvoorbeeld een van de dingen dat mij hier hard herinneren dat ik altijd meedraag mee, mee uh, uh, onder de funk, de Marcel in mijn fella die ik kent, Fella Kuti. Van muziek. Uh, en, en, en dat soort dingen, uren, ten uur echt allemaal die verschillende stijlen. van dat kantin, de commerciële dingen, in de funk, dat soort dingen. De, de lifeline was, was ten meer gericht op disco en was al meer gericht op discotheekpubliek, dus dat was al een beetje meer, ik zou zeggen dat, maar erg was dat niet in die tijd, dat liep toch allemaal door elkaar. Dus op die ene moment was echt, ja, de, 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 de crew is er nog gekomen uh, van, van Marc Chanet. Maar op dat moment was dus buiten de TD's, was echt dat stationskwartier van Dendermonde, dat was de uitgangsbuurt.